Zo, dat heeft Elise supergoed gedaan. Ons klokje heeft geluid en dan beginnen we met een kruisteken. Onze communicantjes kennen het supergoed. Maar anders moet je maar naar hem kijken als je het zelf niet meer zo goed weet. Want we beginnen dan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met jullie en met uw geest. U kunt gerust gaan zitten. Inderdaad, welkom, welkom, welkom iedereen. Een mooie, stralende dag. Mijn maand, een maand toegewijd aan onze lieve moeder Maria. Ook een mooie maand om Easter mini te doen. En ik wil Loek uitnodigen voor een kort woordje om mee te openen. Inderdaad, het is ook goed als we af en toe sorry kunnen zeggen, want het gaat niet altijd helemaal goed. En dan maken we het weer met God en met elkaar. En op bladzijde 4, en dan zie je al twee mooie foto's. En op die bladzijde 4 staat een schildlijn. Dus ik zal het eerste stukje voorbidden en dan zullen we wat daarna komt nabidden. Heer, wij zeggen sorry voor al onze fouten, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Christus, u houdt van alle kinderen, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Heer, we willen u straks goed ontvangen, ontferm je over ons. Heer, ontferm je over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Zullen we nu met een gebedje openen en vraag je aan God. Lieve Vader in de hemel, wij danken u omdat je deze jongens en meisjes, Aniek, Anne, Elen, Elise, Theo, Femke, Fleur, Guus, Annes, Iris, Lieve, Loek, Marit, Sanne, Sterre, Teun, Tijn, Thijs, Tim en Mart door het doopsel tot uw kinderen hebt gemaakt en hen laat komen tot uw altaar. Vandaag zijn we blij, want ze mogen voor de eerste keer Jezus ontvangen en vanaf nu af aan steeds leven vanuit dit sacrament. Wij bidden voor al deze kinderen en vragen u, maak hen één met Jezus en de kerk, uw grote familie, en geef dat ze altijd bij u kind aan huis mogen zijn, door dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, één God tot alle eeuwen der eeuwen. Amen. Gaan we weer fijn samen een liedje zingen op bladzijde 6. Dan zie je drie foto's staan op bladzijde 6. Jezus is de goede herder. Dan mogen de kindjes staan om lekker luid mee te zingen. Thank you.
want dan zijn we belangrijk geworden over Jezus. Ook daar hebben we Alleluia, kunnen we samen doen. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Brood uit de hemel gaf hij hun, het brood van engelen. Alleluia, Alleluia. De Heer zij met jullie en met de geest. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Lof zij u, Christus. Wie van mij houdt, zal altijd leven volgens mijn afspraken met jullie. Ik zal de Vader bidden, of hij helpen wil sturen, die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest. De wereld kan de Heilige Geest niet ontvangen, omdat ze hem niet kan zien, dus ook niet kent. Jullie kennen hem wel, omdat hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen. Ik zal jullie niet als wezen willen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. Nog even en dan kan de wereld mij niet meer zien. Jullie zullen mij wel kennen, kunnen zien, omdat ik dan weer leef. Daardoor zullen jullie het echte leven ontvangen. Op die dag zullen jullie begrijpen wat ik en mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en ik in jullie. Wie mijn afspraak met jullie kent en ook zo leeft, houdt van mij. Wie mij houdt, wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem of haar houdt. Zal van jullie houden, jullie duidelijk laten zien wie ik ben. Bedankt, God. Goed zo, ik heb nog een keertje blijven zitten. En hier zit al lekker vooraan. Dan kom ik naar onder met een microfoontje. Dat was een moeilijke evangelielezing, hè? Wie heeft het allemaal kunnen volgen? Oh, je hebt allemaal meegelezen. Supergoed. Nou, we begonnen met een helper. Wat is een helper? Iemand die met ze bijvoorbeeld iets geeft en dan kan je ze helpen. Bijvoorbeeld, je geeft iets en dan kan je ze helpen. Heel goed. We hebben het over een hele speciale helper vandaag. Er staat iets verder in de tekst. Welke helper bedoelt Jezus? We zijn de mis begonnen met een kruisteken. En dan begon je in de naam van de Vader en de Zoon. En wie kwam er daarna? De Heilige Geest. De Heilige Geest is die helper. En de Heilige Geest is een goede geest. Kunnen jullie een paar goede dingen opnoemen? Dat is heel erg goed. Als mensen altijd een beetje geld geven. Dat je ze een beetje geld geeft. Maar als je iemand ziet die arm is, dan moet je wel op het idee komen om ze te helpen. En om op het idee te komen om mensen te helpen, dan noemen we die goede geest te helpen. Ik kan nog iets anders verzinnen dat heel erg goed is. Hetzelfde als jij heel veel drinken bij hebt, iemand heeft superveel dorst, je kunt ze helpen, maar dan moet je wel weer op het idee komen om iemand te helpen. En als je iemand helpt, vind je ze dan heel erg vervelend of hou je dan een beetje van ze? Wat denk je? Dat denk ik ook. Dus het is ook een geest van liefde die we gaan ontvangen. En die ontvangen we op een speciale feest, dat noemen we Pinksteren. Dat klinkt heel moeilijk, maar Pinksteren betekent in het Grieks, wie weet waar Griekenland ligt. Ligt dat in Europa? Nee, dus mij ligt Griekenland wel in Europa. En daar spreken ze Grieks natuurlijk, zoals wij in Nederland Nederlands spreken. In het Grieks betekent Pinksteren gewoon de 50ste dag. En de 50ste dag naar wat? We hebben een tijdje geleden iets heel belangrijks gevierd. Jezus was aan het kruis gestorven, was in het graf gelegd en toen gebeurde er iets heel speciaals. Moet je even naar voren komen, het is net te kort.
bij Pasen? Met Pasen inderdaad. En Pinkster is al de 50ste dag na Pasen. En toen heeft Jezus de Heilige Geest aan zijn leerlingen gegeven. Jezus ook zo'n meester. En hij heeft toen beloofd dat hij ons niet alleen achter zal laten. In het evangelie hadden ze het over weeskinderen. Dat is natuurlijk een beetje zielig. Wie weet wat we weeskinderen zijn? Misschien wat moeilijk, dat betekent dat je geen mama of papa hebt. Dat is heel verdrietig. Maar Jezus heeft beloofd, we hebben altijd een vader in de hemel. En eigenlijk ook een moeder in de hemel. Een lieve moeder, wie is die lieve moeder dan? Wie is die lieve moeder dan? Wie is de moeder van Jezus? Oh, die mag wel even kijken hoor. Wie is de moeder van Jezus? Maria. Die is dan volgens de lieve moeder in de hemel. En als je van Jezus houdt, dan heeft hij beloofd dat hij bij ons zal komen. Hoe komt Jezus dan bij ons op een hele speciale manier? Op zo'n manier dat hij altijd bij ons kan blijven, dat wij nooit alleen zullen zijn. Ons hart. En hoe doen we dat? Dat gaan we vandaag op een hele speciale manier doen. Dat gaan jullie straks ontvangen. We gaan Jezus ontvangen in de communie. Heel goed. En dan komt Jezus in onze harten. Dan komt er ook een goede geest in onze hart om mensen te helpen, voor mensen te houden, om te vergeven. En dat betekent het om een christen te zijn, om Jezus na te volgen. Nou, ik wil jullie super goed hebben opgeleid, want dat is een moeilijke evangelie. En ik hoop dat jullie zometeen een hele mooie en hele leuke eerste communie mogen hebben. Om Jezus in jullie hartjes te ontvangen en zijn liefde en alles wat goed is. Wie is hier allemaal gedoopt? Als het goed is, zijn jullie allemaal gedoopt. Ik denk sommige kindertjes zelfs hier in onze doopvolk hiervoor. Misschien zelfs een paar van de ouders, van de mama's en papa's, opa's en oma's ook. En dat hebben jullie, mama en papa's, van jullie beloofd. Jullie werden gedoopt. En nu gaan we dat samen een beetje vernieuwen. Zelf ook een beetje ja zeggen van, ja, ik wil een kind zijn van God. En dat vind je op bladzijde 8 in je boekjes. Bladzijde 8. Ik zal steeds een stukje voorbidden. En dan mogen jullie antwoorden met ik geloof. Geloven jullie in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde? Ik geloof. Geloven jullie in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die jullie vandaag in de eerste communie gaan ontvangen, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te hellen, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof. Geloven jullie in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? Ik geloof. Nou, dat hebben jullie weer goed gedaan. Want geloven doe je samen. En zoals je ook samen hoopt en samen lief hebt, dat doen we als een familie, als kinderen van God. En als familie van God mogen we ook dingen aan elkaar vragen, dat heet bidden. Dan vragen we de dingen aan God die we heel erg belangrijk vinden. En daar wil ik eerst Bart, Marit, Teun, Anne, Sterre, Femke en Iris naar voren vragen. Dus Bart, Marit, Teun, Anne, Sterre, Femke en Iris. Mag hier aan mijn kant komen staan? Fleur, Fedor, Aniek, Alles, Tim, Sanne en Tijn. Dus nogmaals, Fleur, Fedor, Aniek, Alles, Tim, Sanne
en Tijn. Dan mag je bij de doopvont gaan staan om een kaarsje aan te steken. Die we heel erg belangrijk vinden, samen bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor al onze vriendjes en vriendjes, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor iedereen. Heer onze God, wij bidden u voor ons. En we zullen nu ook bidden van onze intenties. Dat zijn de dingen die mensen vragen om voor te bidden in de mis. En we bidden vandaag in het bijzonder voor Harry van der Zanden, voor ouders Heuvelmans, voor Christ van Roosmaar en opa van Iris, voor Thijs van de Boek, opa van Tim, we bidden ook voor de oma van Thijs en natuurlijk voor jullie alle eerste communicantjes, dat jullie een super mooie dag mogen hebben, Jezus in jullie hartjes mogen ontvangen. En zo hele goede en vrolijke mensen te worden. En daar bidden we samen voor. En omdat het meimaand is, dat is een speciale maand voor Maria, willen we ook moeder Maria vragen om speciaal voor jullie te bidden. Als het goed is, hebben jullie het wees groetje samen geoefend. En zullen we nu samen met alle grote mensen bidden. Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder vrouwen. En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Liefdevolle Vader, verhoor al onze gebedjes door Christus, onze Heer. Amen. Nou, dankjewel. Dat hebben jullie allemaal goed gedaan. Al deze mooie kaarsjes. We zullen nu het altaar gaan klaarmaken, deze speciale tafel van de Heer. En ik wil de kindjes nogmaals bedanken. Die hebben een mooie altaarkleed gemaakt met handjes erop en alle namen. Volgens mij zelfs bijna alle medicantjes hier in het blokje. Dus ook uit S en Monsel, ik denk dat mijn zeven. Het is heel stoer dat we dat samen hebben kunnen maken. Lieve en Thijs mogen naar voren komen.
naar die kant, waar die twee meneer staan. Kun je die helpen met het klaarmaken van het altaar. En we zullen een liedje zingen. Gods groot gezin, op bladzijde 10. Gods groot gezin. Bladzijde 10 in jullie boekjes vind je het gebedje over de gave, bladzijde 10 onderaan. Trouwens, heel wel zijn we ons bal van de liefde door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met jullie en met uw geest. Verheft uw hart, we zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. God onze Vader, bron van liefde, het doet ons goed u dank te zeggen en onze vreugde uit te zingen in de verbondenheid met Jezus Christus uw Zoon. Dan bidden we samen, want gij zijt een God die houdt van mensen. Zozeer hebt u ons lief gehad, dat gij ons deze wereld hebt gegeven onmetelijk groot en vol rijkdom en pracht, want gij zijt een God die houdt van mensen. Zozeer hebt u ons lief gehad dat ge deze kinderen uitnodigt om voor het eerst deel te hebben aan de heilige communie waarin Jezus zelf bij ons komt, want gij zijt een God die houdt van mensen. Zozeer hebt u ons lief gehad dat we ons met hem blijven samenbrengen als kinderen van één gezin, want wij zijn God die houdt van mensen. Voor zoveel liefde zeggen wij u dank. We staan met de engelen en de heiligen die staan voor uw troon. Dan bidden wij u met deze woorden. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemelen en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt te vandaan bij zijn Heer. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt, Jezus Christus de Heer, door u gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleinen.
boos weg te nemen, het kwaad tot vriendschap verhindert en de haat die het geluk van de mensen in de weg staat. Hij heeft ons zijn Heilige Geest beloofd om met ons te zijn van dag tot dag, dat we zouden leven van u leven. Gezegend zij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoogte. We zijn hier bovenaan bladzijde 13 in het boekje. Dus bladzijde 13 bovenaan. God onze Vader, wij bidden u, zend nu uw geest uit over deze kamer.
voor andere kindjes mogen er gerust bij. Er is genoeg plek voor iedereen. Laat ik er ook een kindje voor mijn lekker tussen komen. Ik denk niet dat alle kindjes hier het onze vader kennen, maar dat geeft niks, want met de communicantjes hebben we goed geoefend. Dus je mag, en anders maken we een tweede rij hoor, als het net niet past. We hebben een leuke grote groep vandaag, dat is hartstikke goed. Want wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Daar roepen wij de vader aan met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze vader die in de hemel zijn. Naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ik wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons hier van alle kwaad, geef genadig vrede en onze dagen, dat wij gesteund in uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht van de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan die apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, let niet op onze zonde, maar op geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. Vrede des Heeren zij altijd met u en met uw geest. We hadden het in de preek over een goede geest. Een goede geest helpt ons om ook elkaar de vrede toe te wensen. Om ook vrede te brengen waar ruzie is of oorlog. Dat willen we elkaar ook echt toewensen, die vrede van Christus. Dan mag je degene die naast je staat een hand geven en zeggen vrede van Christus. En dan mag je de kerk in gaan. En alle mama's en papa's, opa's en oma's ook een handje geven en de vrede van Christus toewensen. Wensen elkaar de vrede van Christus. Kantjes mogen nu een mooie rij gaan vormen om zo meteen de communie te ontvangen. Tijdens de communie van de communicantjes zullen we het lekker stil houden, zodat ze goed en fijn communie kunnen doen. Ook andere kindjes, het voor
elkaar een kans kregen om Jezus in onze harten te ontvangen. Tijdens de communie zijn er ook een paar liedjes die we zingen op bladzijde 18. Als u ze kijkt, kunt u gerust meezingen.
Nou, dat hebben jullie supergoed gedaan. En op bladzijde 18 in jullie boekjes, bladzijde 18 onderaan, is een slotgebedje. Laat ons bidden. Heer, op deze dag heb jij je kinderen Aniek, Anna, Elen, Elise, Veel, Femke, Fleur, Gies, Hannes, Iris, Lieve, Loek, Marit, Sanne, Sterre, Teun, Tijn, Thijs, Tim en Wart tot u laten komen. Ik heb hen voor het eerst gevoed met het lichaam van uw zoon. Samen met heel de gemeenschap van de gelovigen heb je hen gesterkt door de heilige communie. Laat het ontvangen van dit sacrament vruchtbaar worden voor ons, de kerk en voor heel de wereld, door Christus onze Heer. Amen. Nou, jullie hebben zo goed jullie best gedaan dat jullie van ons nog een klein cadeautje krijgen. Ze krijgen thuis ook een pad, maar je krijgt ook van ons iets kleins als herinnering aan jullie communie. Die mag gewoon blijven zitten, we zullen naar jullie toe komen. Ik wil alvast de communicantjes hierna naar voren vragen om voor het altaar te staan en Guus gaat nog een klein stukje van ons voorlezen. Shhh. Als ik het even heel stil maak, zodat we Guus kunnen verstaan. Lieve mensen, dank aan iedereen die mee heeft geholpen. Wij zijn blij dat Jezus nog echt in onze achterhoofd wil thuis en een heel mooi feest van groot en klein. Nou, dat heeft Guus super goed gedaan. Ik denk dat wij alle kindjes die wel een applausje hebben verdiend. Sowieso eerst met de communicantjes naar buiten gaan. Dus geef ons een kans om buiten te komen. Dan kunnen we samen een mooie foto maken. Maar eerst nog een zegen voor de communicantjes, voor de mama's en papa's, broertjes, zusjes, opa's, oma's en iedereen die hier aanwezig is. De Heer zij met jullie. Het zegen jullie de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat nu alle heen in vrede. Wij danken God.
En we gaan een tooling doen met de kindjes. En als je het leuk vindt, mag je gerust meedoen. Het liedje vind je op bladzijde 20 in je boekjes. Bladzijde 20.